En die zat heel geriefelijk bij me en ik deed zo wel koffie. Maar goed, de kat heb ik naar de keuken gebracht. Oh, die moet nog even wat eten geven. Dus dat moet nog even gebeuren. Dat, ja, ik vergeet je niet. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik naar de computer en dan ga ik alles bijhouden. En sorry voor het vergeten. PSS Echo. Ja, oké, John. Nou, we wachten het gewoon even af. Dat je klaar bent, denk ik, avond in. En dan, dan gaan we gewoon weer van start. Dan was ik het ook elkaar samen met z'n drieën. Ja, nee, als ik er ben, dan komen er vanzelf voorbij, hè. Tenminste, dat hoop ik. Ja, dat zul je natuurlijk net zien. Ja, dat was een interessant programma. Dat is net begonnen over, ik neem het ook op, dus het is niet zo erg, over Tsjernobyl op RTL Z, even uitzetten. Maar helemaal niet aan de tijd gedacht. Ik heb vandaag voor het eerst, vandaag heb ik maar 5 uur werk. En dat is echt heel weinig, want de afgelopen weken was het steeds 12, 14 uur op een dag. En zelfs het weekend nog flink wat. Dus het is echt de eerste dag in maanden dat het rustig is. Ja, dan ga je relaxen en dan vergeet je de tijd, hè. Ik heb er wel aan gedacht tot 1 uur of 8, maar daarna niet meer. En er zou eigenlijk een wekkertje moeten gaan, maar kennelijk is die telefoon leeg of zo. Want ik heb om 20:19 heb ik een piepertje staan dat hij moet gaan. Nou, ik heb even beide handen nodig, dus ik leg de porto even weg. Eens even kijken. Er zijn er maar 3 mensen, dus dan... dan moet even kijken. Ja, ik zal hem niet aan Peter geven, dan wordt het ingewikkeld. PVO van PSS Echo. Nou, vanuit Echo 1 Papa, India X-ray, Andries, Wilbert. Op luisteren. Ja, ik ben zo bij de les. Ik dacht dat ik PVO zo pas aan de telefoon had, maar dus, ik verstond hem niet heel goed, dus ik werd er niet helemaal zeker. En er was een hoop herrie op de achtergrond. Ik ben nu mijn bestandje aan het openen waar ik alles in bijhoud. En dan moet ik even de website hebben. Nou, dat gaat wel goed zo. Maar niet thuis. En maar 3 mensen, dat kan toch niet? Nou, die hebben natuurlijk voor voelde dat ik er niet zou zijn, hè? Ik dacht van, nou dan maar niet. Even kijken. Even het dashboard van mijn eigen repeater opvragen. Ja, zie je wel, dat was toch wel PVO die ik had. Nou, even kijken. Wie hebben we... In welke volgorde? Nou, ik heb er toch wel een aantal. Even kijken hoor. Ja, ik doe het toch in de volgorde dat ik ze gehoord heb. Dan zet ik PVO maar bovenaan, hè. En dan, hoe heet het? HPB. En hier op mijn lijst zie ik er nog een heleboel meer. Ik zie panel, even kijken hoor. PE3 Mike. Dat is de volgorde waarin ze in mijn lijst staan, de calls. Dus, en dan, even kijken, WCA. Even zien, en dan FRL. Ja, nogmaals sorry dat ik het vergeten ben. P1 PIX heb ik ook. En P0 NAH zie ik. Har, dat staat er ook bij, maar dat wist ik. die hoef ik niet te noteren, dat ben ik zelf. Oké, ik ga me herpakken en ik ga proberen. Je hoort, ik ben niet slaperig, dus ik heb echt niet geslapen. ik geef het er maar eerst aan. Ik weet niet van alle calls zeker of het ook wel echt inmelders waren. Of dat ze gewoon de microfoon hebben ingedrukt. Maar dat gaan we horen. Heb ik al PA4DX wel genoteerd? Nee, ook nog niet. Die moet er ook nog bij. Een microfoon naar papa Echo 3, Mike. Dit is papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde.
Nou, dat schiet niet erg op. Die hoort er niet bij, denk ik. Nou, Rob PA4DX, die heeft nooit wat te vertellen. Maar wens je voor de lijst, Rob, of dat moet je wel even zeggen. PA4DX, en heb je je überhaupt ingemeld? Want dat is niet helemaal zeker natuurlijk, van PSS Echo. Ja, goedenavond, John. Je kent me al helemaal, ik had het gezegd, heb inderdaad, klopt. Ik wil alleen weer lekker meeluisteren en ik heb voor de rest niks te zeggen. En ik wens je in ieder geval veel succes vanavond en bedankt voor de rondleiding. Groetjes van PA4DX, hoi. Ik hoor daar een soort onderdrukt lachje. Ik weet het niet. Wat ik daar nog van moet zeggen. Ja, de volgende op de lijst, dat is Wim. Ik zal nog niet van wal steken als je technische dingen hebt, Wim. Dat komt dan de volgende ronde. Eerst maar even iedereen belangst en dan nog eens even kijken. Ik zal ook nog even op het chatkanaal kijken. En even kijken of zometeen of er nog meer inmelders zijn. Hè? Panel WCA, het is Papa Alpha 6 Echo. Ja, Panel 6. Echo van PLS. Ja, ik ben er ook. Ik zal niet gelijk een technisch verhaal houden. En ik heb ook PA11301 en PE1HLV genoteerd. Die zit op het chatkanaal. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Oh, wacht even. Nog eentje. Alexander. PA8S, volgens mij. Ja, dat was ook na 8:30. Dus die schrijf ik er ook gewoon bij. Goed. Storm. PG5FRL. Dat is ook iemand die altijd roept dat hij helemaal niks wil zeggen. Dus, maar heel even wel. Hè, van PS6 Echo. En ik vind dat jij heel erg slaperig klinkt, hoor. Ik kan er niks aan doen. Oké, voor de rest op luisteren, John. Ik pak voltijd op zo'n jullie. Ik zal iedereen even waarschuwen, draai je volumeknop weer dicht. Je had nauwelijks modulatiestorm. Maar ik heb het wel verstaan. Het was inderdaad voor de lijst, hè. Even kijken of PE1PIX voor ons was. Ik vermoed het wel. Tenminste, dat denk ik zo. Van PSS Echo. Geen inmelden, vermoed ik. PE1PIX, nog een herkansing. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Diesta-ronde. Ja, en nog een onzekere factor. Want ik weet niet, ik heb haar zeg maar heel weinig horen inmelden in rondes. Maar je weet nooit. Pedro NHH van Papa Alpha 6 Echo, had je even de ronde ingemeld? En dan wordt het saldo weer een heel stuk minder, hè? Ik dacht, we hebben mooi, toch wel redelijk wat inmelders. Ik ga nog even kijken of er nog meer inmelders zijn voor de Diesta-ronde. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik doe nog een poging. Zijn er inmelders? PA 6 Echo. Eenmaal, andermaal. Goed, microfoon naar PD1HPB doe ik dan nu. Ja, dat denk ik. Peter, ga je gang. En bedankt voor het waarnemen van de honneurs. Want ik hoorde jou als eerste toen ik toen ik de porto aanzette, hè, van PSS Echo. Hey, aan deze kant, PNL-LJD. Goedenavond, John. LJD, ik zat met jou dubbel, dat hindert niet. Ik zet je erbij, van PSS Echo. Bedankt voor het inmelden. Dan ga ik eens even kijken of er nog meer inmelders zijn van PSS Echo. Maar PVO was er ook, maar die meldt zich niet meer inschrijven. Ah, maar PVO heb ik wel gesproken, hè. Die heb ik zelfs al aan de telefoon gehad. Maar, dus die krijgt hem direct. Maar je moet je voor eerst naar PD1HPB, van Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond John. Iedereen een heel goede avond in de dienstronde. Ja, ik voel je ook weinig technische dingen te melden.
Ja, ik ben nog steeds druk bezig met de verbouwing. Ja, klopt. Ik zit thuis en de hele open haard en de schoorsteen die wordt verdwenen. Maar die lag allemaal op de grond, hè. Dus dat is één grote waterval. Jezus. Ja, het leek wel of het met die niet opgeblazen was, hè. Want klaar, zo, daar ligt het. Maar nou kwam ik, vandaag kwam ik thuis en alles wordt netjes weer opgeruimd, hè. Ja, allemaal netjes in de afvalbak. Die net nieuw besteld alweer. De ene was al vol. Iets kleinere besteld. Maar die is ook alweer vol, dus... Ja, de enige plek waar ik hier nog een beetje kan wezen, John, dat is de radiochecker. Dat is de enige plek nog. Voor deze is alles kaal en leeg en de keuken is nog een beetje aan het opbouwen. Maar oké. Okay. Dit is nog een beetje de enige plek waar ik kon zitten. Dus daar zit ik altijd heel graag. Dus dat is het probleem in ieder geval niet, hè. Maar oké. Okay. Dus er is weer heel wat gebeurd hier in huis. Ja, zoals het klaar is, dan is het echt. Dan wordt het echt weer een paleis hier. Ja, een hele grote verandering. Dus ja, dat is voor de rest niks met hobby te maken. Voor de rest ook niks technisch, maar het is wel. Ik was wel blij dat ik thuis kwam, want die hele hoop met steen uit de woonkamer verdwenen was. Dat was alweer een hele opluchting, John, over. Ja, Rosje van PSS Echo. Ja, ik ben sinds een paar weken... Ik kan erg slecht dingen weggooien, dus ik heb altijd nog een enorme troep. Maar ik ben mijn huis een beetje aan het proberen op te ruimen. Dus sinds een paar weken lukt dat ook, hè. Goed, ik hang de vlag nog niet buiten, want ik denk dat ik wel even moet volhouden... om het echt netjes te krijgen, maar... Ik heb natuurlijk ook heel slecht gezien de afgelopen tijd. Omdat echt, ik ben aan mijn ogen geopereerd en sindsdien zie ik heel goed... En nu zie ik pas wat voor troep ik daarvoor helemaal niet zag, hè. Vooral overhangen, tenminste boven mijn gootsteen hing een groot spinnenweb. Dat was het eerste wat ik zag. En ook de muren, die waren stoffig. En vooral dat soort dingen zie je dan niet, hè. Dus eens even zien. Microfoon naar een andere Peter. PD3 PVO. Die ik wel heel dankbaar ben dat hij mij opgebeld heeft, hè. Ga je gang, Peter, van PSS Echo. Ja, John, PA6E en de groep PD3 PVO. Ja, ik denk van, ik wacht even 5 minuutjes en dan klim ik in de telefoon, hè. Ja, ik heb toevallig alle nummers van jou, dus ik denk van, ik ga niet meteen bellen om 8:30, maar ik denk van, ik wacht eventjes, hè. Ja. En ik vind eigenlijk gewoon van, deze ronde, ik weet niet waarom, maar ik kijk er eigenlijk altijd wel naar uit, hè. Ook toen Jurgen er eigenlijk altijd nog was. Dan vond ik het altijd wel leuk en komisch, hè. Ja. En ik vind eigenlijk, dat moeten we gewoon niet vergeten, hè. Dus vandaar dat ik dacht van, ik klim even in de telefoon, hè, naar 8:55, John. Ja, ik vind gewoon dat het door moet gaan. Ja, ik weet niet waarom, al duurt het maar een half uurtje. Het is gewoon iets wat ik denk van, dat moet gewoon even, hè. Dus vandaar. Ja, ik vind deze een hele leuke modem. En ik weet niet of andere amateurs het kennen, maar John en Alex die hebben op zaterdag en zondag ochtend, ik weet niet of het voor zondag heel vroeg is, maar ik vind het heel leuk, gewoon een soort van technisch rondje. En ik vind het geweldig, hè. En dat wil ik ook altijd wel even weten als ik het kan doen, hè. Ja, ik zat afgelopen weekend op de stadsbus en dan zit ik heerlijk naar die twee te luisteren, hè. En dat vind ik alleen maar leuk. Dus ben je een keer wakker, vroeg wakker op zaterdag, zondag, luisteren, hè, want het is best wel leuk. Het gaat over vrij veel technische onderwerpen. En de ene keer snap ik het wel en de andere keer snap ik het niet, gewoon en minder. Maar ja, altijd leuk om naar te luisteren. Dat kan ik even meegeven, John. PA6E met de groep 2D3 PVO vanuit Overvecht, over. Ja, Rosje, jij bedankt voor de complimenten. Ik denk dat Norbert vast wel meeluistert. Norbert kennende. Maar hij is geen avondmens, hè, dus dat... En het is ook niet erg om alleen mee te luisteren. Dat is gewoon prima.
En ja, die QSO's zijn gewoon heel leuk. We doen dat echt niet, hoe heet dat, voor de medeluisteraars, maar gewoon omdat we het zelf heel leuk vinden. Maar het grappige is dat er inderdaad toch een aardig aantal mensen elke keer meeluisteren. Ik krijg er best wel wat reacties op en Norbert ook. Mijn poes die begint ineens enorm te schreeuwen. Ja, die lag net zo lekker bij mij op schoot. En nu ineens werd dat ruw verstoord met de telefoon. Ik zag er al kijken. Oh. Ja, dat is wel een leuk beest hoor. Dat is echt, oh. Dat is echt, nou, dat is een enorm type. Vanmiddag had ik, liet ik het te lang met het eten wachten. En dan kijkt ze zo en dan zegt zegt ze dan, zo van, kan dat niet eerder. Maar goed, ik ken het beest heel goed. En dan begrijp je dat soort signalen ook. Ik denk dat iemand anders het niet op zou merken. Maar je weet het niet. Microfoon naar Wim. Heb jij nog iets gemeten, bekeken? Ja, het is niet erg als het niet zo is hoor, maar... vorige keer was het, en de keer daarvoor was het zeker erg interessant, hè. Panel WCA, de groep, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja. PA 6 Echo van PNL WCA. Ja, ik heb er meer een beetje de theorie nog bekeken. Nog even met PA 7 OEM, nog even gemaild. En dan zie je eigenlijk wel dat deze star heeft een aantal zwakheden. Ja, dat is wel zachtjes uitgedrukt. En eigenlijk zouden ze moeten overgaan naar Alma 3000. Maar dat moet ICOM eigenlijk doen, ik weet het ook niet. Dan moet je al die... Eigenlijk moet deze wel helemaal geüpgrade worden naar de stand der technieken. Dat zou een enorme verbetering zijn. Want dat is gewoon beschikbaar. Maar ja, ik weet niet hoe je dan met alle bestaande hardware dat moet regelen. Dat zal niet eens meevallen. Al die andere 3000 downwards compatible is, dus je zou de nieuwe wel ermee kunnen uitrusten. En ik heb nog wat metingen in gedachten, maar daar moet ik nog wat voor bedenken. Ik heb ook geen direct tweede ontvanger. Ja, ik kan wel op de SDR ontvanger wel de data bekijken, maar daar moet ik nog even over nadenken. Dat heeft ook geen haast. Maar ik heb het wel, het beeld is nu wel aardig van het geheel. En er zit ook wel veel zwakheden in de codex. 2020 kan niet zo goed tegen variaties, maar dat wisten we wel. Nou, daarnaast heb ik me even met wat anders bezig gehouden. Ik ben nog eens hier gaan meten hoe ik wat ik interessant vind. Om te kijken hoe nauwkeurig je eigenlijk vermogen kan meten. Hè? Dus gewoon je centvermogen op 70 centimeter bijvoorbeeld. Hoe nauwkeurig je in de check dat eigenlijk kan meten. Want je ziet heel veel testrapporten her en der. De mensen teleurgesteld zijn als ze pas 100 watt, 80 watt meten of zo. Maar dat is eigenlijk heel normaal als je ziet. Ik heb hier wel geëikte, ik heb wel gekalibreerde verzwakkers en dat soort dingen. Dus daar heb ik al meetrapporten van. Dus ik kan al wat dingen. Ik heb al gekalibreerde dingen, gekalibreerde andere apparatuur. En dan nog haal ik hooguit een half dB, hè. Dus een half dB als ik een hele opstelling maak van zender naar spectrum en laadje heb ik hier ook. En dan moet ik toch rekening houden met de onzekerheid van een half dB. Maar als je dat terugrekent, dat is 10%. Dat betekent dat als je een meting doet 100 watt uit, dus dat je denkt dat je 100 watt meet. Maar dat kan dus een verschil zijn tussen 90 en 110. En half dB is al heel nauwkeurig. Hè? De meeste halen dat helemaal niet eens in de check. Die komen niet verder als 1 dB. Of veel nog, zelfs nog slechter. Maar dan zit je bijna aan de 20% afwijking. Dus als iemand dan een testje doet in een of ander blad. En zegt, goh, ik meet er maar 80 watt. Ja, dat is 1 dB verschil. En dat heb je al heel snel. Hè? Een paar pluggen, een stukje kabel. Meetonzekerheden, dat is wel het belangrijkste. Ook zo'n spectrum analyzer heeft ook meetonzekerheden. Gelukkig was die, ik heb hier ook nog een meetzender van Marconi. Ja, toen ik die spectrum analyzer kocht. Waar die Marconi en die spectrum analyzer waren het binnen een paar tienden erbij met elkaar eens. Dus dat vond ik wel frappant. Dat vond ik wel leuk. Over een spectrum van 1 gig. Dus dat was toch best wel redelijk nauwkeurig. En ja, wat je ook altijd kan doen, ik heb een vijfde zwakke van 10,39 dB, dus daar kan je andere dingen mee kalibreren, met een meetrapport. En wat ook altijd interessant is om een zwakker even op DC te meten, dus gewoon een gelijkstroom, op een nauwkeurige multimeter.
Ik heb hier een 7-digit multimeter van AP. En dan weet je gelijk wat overzakken doet bij 0 hertz. Dat is ook wel grappig. Dat is onze startlocatie. Maar goed, dat zijn even de dingen waar ik mee bezig ben. Zo vermaak ik me wel met de hobby. Nog even terug naar jouw PA6 Echo van PA0A Shower. Ja, er zijn veel mensen die hebben de zogenaamde birdwattmeter, of zogenaamd, maar dit is gewoon een heel duur apparaat met stoppen voor verschillende zendvermogens die je erin kunt stoppen. Ik vind het helemaal niet zo interessant hoeveel vermogen eruit komt, eerlijk gezegd. Nou ja, ik vond het wel leuk. Ik heb laatst een porto gekocht, er komt 10 watt uit. En dat zou eruit komen, dat komt er ook inderdaad redelijk uit. Ik heb er 2 van echt van goedkope Chinese spullen. Van onder de 30 euro nog, geloof ik, of in ieder geval onder de 32. En daar komt gewoon 10 watt uit, hè. Dat kun je wel redelijk goed benaderen. Maar ik weet ook niet in hoeverre die meter afwijkt. Maar ja, als je zeker weet dat je meting een half te laag is, dan kun je hem natuurlijk een half ophogen. En zoveel onnauwkeurigheid kun je toch niet. Dan moet je toch uitleggen hoe dat dan komt. Die 20%. Ja, misschien van je diode. Maar goed, dan moet je misschien betere diodes gebruiken. Maar wat ik zelf deed in het verleden, maar dat was op HF, de meest recente dingen die heb ik zelf gebouwd op HF, dan pak ik gewoon de oscilloscoop en dan meet ik de spanning. En dan weet je, daar wordt het, je past daar de juiste formule op toe, omdat je niet het piekvermogen wilt meten, het peak envelope power wil je hebben. Nou goed, dat tenminste als er een SSB-zender gaat, is er 2 tonen op. En dan kijk je hoe hoog die top uitkomt. En dan kun je redelijk nauwkeurig dat bepalen. Want dan weet je toch wel op de 10e volt weet je nauwkeurig wat eruit komt. Hè? Maar een ander verhaal is het vermogen van een repeatermeter. Want je moet bij AT moet je opgeven wat het ERP vermogen van je repeater is. En nou, dan mag je me uitleggen hoe ik dat moet bepalen. En dan zal ik daarna vertellen hoe ik dat aan AT gemeld heb. Wat jij zegt over D-Star, dat bestaat. Je hebt elk jaar de zogenaamde Tepper-conferentie, die vindt plaats in Amerika. En die gaat over digitale modus voor zendamateurs. En dat is echt heel erg interessant. De lezingen die er zijn, die staan doorgaans ook op YouTube, dus die kun je ook gewoon vinden. En vorig jaar was er een groep Grieken, dus trouwens PSS Echo, en die hadden... die vonden, wat bij sommige amateurs een ergernis is dat die AmbiChip, dat is toch een proprietary, hoe noem je dat, een dicht protocol, dat is van een fabrikant eigen, en dat is ook geheim hoe dat precies werkt. Maar er is een behoorlijke eigen vocoder inmiddels voor amateurs, en dat is de codec 2, bedacht door heel weinig mensen. Het is echt super knap dat ze dat voor elkaar gekregen hebben, en dat ding heeft een aantal unieke eigenschappen. En bijvoorbeeld de bestendigheid tegen storing. Ik pak hem nog even terug. Wat die Grieken dus nou gedaan hebben, in het D-Star signaal zitten 3 of 4 vlaggetjes, waarvan er nog 2 ongebruikt zijn. Die worden verder niet gebruikt. En die kun je voor je eigen toepassing inzetten. Dus nou hebben zij dus een concept gemaakt, waarbij als je 1 van die vlaggetjes positief maakt, of 1 maakt, zeg maar. Dat is het dus, als je 1 van die vlaggetjes 1 maakt, dan schakelt hij om van vocoder. Dan schakelt hij om van AMBE 2020 naar codec 2. En daar hielden ze dus die lezing over. En dat is natuurlijk machtig interessant. Tepper, september 2020 volgens mij. Of het was een jaar eerder, maar volgens mij was het 2020. En het waren een paar Grieken die lezing hielden. En dat vond ik echt heel interessant. Dus als je mensen hoort waarvan je geen spraak hoort. Maar ik weet niet hoe ze dat hardwarematig deden. Hoor. Volgens mij was het allemaal heel experimenteel met krokodillenbekjes en zo. Dus of ze dat echt uitgewerkt hebben. Nou goed, tot zover. Microfoon naar Alexander, want ik zag dat hij zich niet alleen via de chat had ingemeld, maar ook via de ether. En ik weet niet of hij met de lijst is, dat was niet helemaal duidelijk. Maar Alexander, ga je gang. PA8S van Papa Alpha 6 Echo voor de dienst eronder. Ja, goedenavond, hier Alexander Papa Alpha 8 Sierra. Je had mij, John, net al op de presentielijst gezet voordat ik überhaupt de mic aangeraakt had. Vond ik wel komisch, dus ik kwam er tussendoor nog eventjes toen jij om e-mail dus vroeg even tussendoor. Maar ik denk dat ik even dubbel zag met iemand anders.
Weinig tot niks te melden, maar net als vorige week volg ik met enthousiasme inderdaad de discussie en uitleg over de 38 technieken van D-Star. En ook wat jij hebt verteld over die nieuwe codec, heb ik inderdaad een tijdje geleden over gelezen, ook heel interessant. Maar ik ben zeg maar de aandachtige toeschouwer vandaag. Tot ik iets te melden heb en dan geef ik wel weer een bekende geel. Terug aan jou, John van Papa Alpha 8 Sierra. Ja, Rotsje, die codec 2, dat is onder andere de basis van de modulatiesoort FreeDV. En dat is denk ik een wat bekendere naam dan codec 2. En dat is eigenlijk het systeem wat het meestal gebruikt wordt. Maar je kunt hem ook met D-Star of met andere modus gebruiken dus. En het aardige van die codec 2 is dat hij geloof 12 carriers heeft, waarvan hij er 2 of 3 kan missen. Dus als je allerlei selectieve fading hebt en dat soort dingen, of fasevervorming, dan zit een hoge mate van redundantie zit erin. En het signaal is ook uitermate smal. Als je het op een SSB-zender zet, dan kun je het geloof ik wel tot 800 hertz verkleinen. En dan is het, dan klinkt het niet bepaald mooi, maar dan is het nog wel verstaanbaar. Maar meestal wordt iets van volgens mij 1,2 kHz gebruikt. Wat natuurlijk echt heel veel smaller is dan een SSB-signaal. Hè? En dat wordt dan uitgezonden met een SSB-zender, maar het kan ook in FM. En bij die staat dan volgens mij, dan doen ze geen FreeDV, maar dan gebruiken ze wel die codec. En dan is het gewoon de GMSK-mode van die staat die gebruikt wordt. Hè? Maar die vocoder is goed en die is ook gewoon als software beschikbaar. Dus daar kun je gewoon mee experimenteren en dat is allemaal wat bij hoor. Die is er ook wel voor de 2020, voor de AMBA 2020, maar die is illegaal en die is kwalitatief ook niet zo heel goed. En ja, hier heb je gewoon het origineel als software beschikbaar. Hè? De site is, als je zoekt, ik weet niet wat er precies achter staat, FreeDV, F-R-E-E, Delta Victor. En bij Wikipedia staat ook uitleg erover. En normaal is het een team van 10, 20, 30, 40 man die 2 jaar over zijn vocoder zit te werken, hè, om het goed te krijgen. En dit zijn in feite zijn er 2 mensen. Het is wel iemand die het bedacht heeft. Het is wel een expert op dat gebied. Die dat ook voor zijn werk doet. Hè. Maar het is wel heel knap dat ze dat gedaan hebben. Want het is toch echt heel moeilijk om zoiets te maken. En dat ding is goed. En hij is bestand tegen storingen. Wat de meeste niet. Hè. Want ik bedoel, die staat dat werkt beter dan een SSB-signaal. Totdat er ook maar een grijntje van storing is. Hè? Want dan is SSB meteen weer superieur. En dat is bij deze mode niet. Hè? Die kan goed tegen QRM. Dus dat is gewoon leuk. Microfoon en Jaap. PNL LJD. Tenminste, ik neem aan dat je niet voor de lijst was. Dat heb ik even niet meegekregen. Maar ga je gang. PNL Lima Juliet Delta van Papa Alpha 6 Echo en de D-Star ronde. Ja, de D-Star ronde Papa Alpha 0 LJD aan deze kant. Ja, ik luister aandachtig met jullie mee. Het meeste is voor mij toch wel eventjes boven mijn bed. Omdat ik sinds kort met D-Star, laten we zeggen, ik nog niet eens aan de slag ben, maar wel mijn interesse heeft. Laat ik het zo noemen. De dingetjes waar ik mee zit is dat af en toe hier zo mijn signaal wegvalt en zo. Wim was een uitleg aan het geven over vermogensmetingen en op een gegeven moment werd het heel erg stil aan deze kant. Ik kreeg het idee dat Wim gewoon aan jullie kant gewoon vol verstaanbaar was en zoiets dergelijks. Dus daar moet ik aan deze kant nog eventjes naar kijken. En het andere waar ik hier nog eventjes naar moet kijken is van ik zou graag mijn settings op willen slaan in een of ander geheugenkanaal in de set. En dat is verder probleemloos voor alle niet-D-Star settings en zo, en repeater settings en wat dan ook. Dat kan ik allemaal vrolijk opslaan en zo. Alleen om een of andere reden kan ik niet uitvogelen hoe ik mijn D-Star settings kan opslaan en zoiets dergelijks. Zodanig dat ik iedere keer niet opnieuw de IJsselstein repeater moet selecteren en Use Reflector moet selecteren. Dus ik weet niet of dat soort dingetjes zijn die ook aan jullie kant spelen en waarvan jullie zeggen van, oh ja, maar daar hebben we een pasklare oplossing voor. Of dat het echt zetafhankelijk is en zo, wat ik wel vermoed eigenlijk. En dat ik dat vrolijk maar eventjes zelf moet uitvogelen. Dus dat is het een beetje wat die star betreft. Groep, Papa Alpha 0 LJD.
Ja, Roger, ja, nee, hoor, dat is absoluut niet het probleem dat je er niet dat je net instapt, hoor. Dat is, nee, we leggen je graag alles uit. En er is die ronde ook voor. Dus wat dat betreft, nee, dat is wel goed. Ik ben niet zo goed in die, wat je zegt, use reflector. Dat zijn van die nieuwigheden waar ik niet heel goed in ben ingelezen. Over het algemeen is het wat bij alle apparaten werkt, want dat vind ik dan wel prettig, iets wat zowel voor oude als nieuwe apparaten werkt. Dat is als je in het geheugen dingen programmeert als R1 en R2. In R1 dan moet dan de call van de repeater staan en dan op de laatste positie de letter van de band waar die repeater op werkt. Voor 70 centimeter is dat een B. En R2 daar moet ook de call van de repeater in staan met op het laatste een G van gateway. Dat zijn eigenlijk de belangrijke instellingen. En dan moet je natuurlijk ook nog wel, als het een repeater is, die shift instellen. En als het een hotspot is, dan moet je ook shift instellen, maar op 0 kHz. Dat is om het verwarrend te maken. Nee, dat komt als je dat niet doet, dan geeft hij niet die R1 en R2 registers, zendt hij niet uit. Dat is eigenlijk de reden daarvan. Maar goed, dat je het signaal hoort wegvallen. Ik zie dat je via UTR werkt. En UTR die is volgens mij niet helemaal, hoe zeg je dat? Nou, die is een beetje ziekjes. Wat ik in ieder geval weet is dat hij met een verlaagd zendvermogen zit. En het zou kunnen dat er meer aan de hand is, hè. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Dan hoeft het niet in jouw apparatuur te zitten. Maar misschien dat Wim straks, want die kent die modernere apparaten beter dan ik ze ken. Er zijn natuurlijk al meer die dat ook weten. Maar dan goed, iemand die Jaap daarmee kan helpen met de instellingen opslaan. Dat, ja, wat ik wil zeggen, die instellingen die ik net noemde, dus R1 en R2. Die kun je ook gewoon probleemloos in een geheugenkanaal opslaan. Hè? Dat werkt gewoon altijd. Dus dat alleen bij de Kenwood apparaten wijkt het geloof ik een heel klein beetje af. Maar ook weer niet zo sterk. Dat lijkt er toch wel sterk op. Maar goed. Ik wou nog wat zeggen, maar ik ga niet nog meer, nog meer zijstraten bewandelen. Even kijken. Ik ga nog even kijken of er nog inmelders zijn, want je weet het natuurlijk nooit. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik had wel erbij te zeggen dat dit de D-Star-ronde was. Nou, ik vroeg nog hier naar jou, Peter. En dan bedoel ik Peter HPB, hè? En ga je gang van Papa Alphen 6 Echo. Ja, oké, hè. Ja, voor mij krijg ik een moderne zetje ook gewoon opgeslagen, hè. Ja, dus ik heb in mijn hotspotje opgeslagen. Moet je de repeater ook gewoon kunnen opslaan. En dan staat hij gewoon vast, hè. Niet elke keer opnieuw voor dat in te typen. Maar oké. Ja, hotspotjes gebruik ik ook wel een repeater, dus werkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hè? Dan moet ik zeggen dat ik voor de rest ook iets te veel met die start. Ja, ik heb deze erin gezet. DS007. Ja, en ook in mijn setje is er zo'n profieletje al gemaakt. Ja, dat werkt gewoon, hè. Dat werkt eigenlijk altijd. Nog geen enkel probleem mee dat het ding niet werkt of dat hij niet ziet of... Ja, dat werkt altijd. Dan heb ik wel een wielband setje. Dan was ik ook gekomen om... ja, van andere dingen... iets met iets te doen, maar dat gaat niet, dat weet hij niet. Hè? Dan zegt hij gewoon van, nee, je hebt al een profieletje al gemaakt. En dan zegt hij gewoon van, ja, het is dezelfde naam, hè? Dus dezelfde call zijn. Dus ik kan niet, met mijn dubbelband setje kan ik niet twee dingen tegelijk op die start doen. Ja, dat weet hij dan weer niet, John over. Ik weet het niet zeker, maar ik begreep dat de IDF 52, die er toch aan schijnt te komen, dat die wel twee ontvangers heeft voor die start. Jawel. Jaap werkt niet via een hotspot, hè? Via de repeater Utrecht. Dus dat zou meteen een mogelijke reden kunnen zijn van waarom het af en toe niet goed werkt, hè? Even kijken, microfoon naar andere Peter, PD3 PVO. En ik was even hard naar de andere kant van het huis gelopen om koffie te zetten. Van PSS Echo.
Ja, Papa Alfa 6, Engel, Papa Delta 3, Papa Victor Oscar retour. Ja, ik hoor bij HPB, hoor ik af en toe een kleine hiccup. Ik weet niet waar dat vandaan komt, geen idee. Maar ik werk met Oversport 3 en met de Hypera radio en zo'n klokmode. Dus misschien dat het daaraan ligt. Maar ik heb er in principe nooit last van, hè. Nooit. Maar ik hoor bij HPB, hoor ik af en toe een kleine... dat er een dingetje wegvalt, hè. Maar op zich... niet echt storend hoor. Ik weet wat hij zegt, ik versta het. Dus of niet om over te zeuren of dat soort dingen. Nee. En voor de rest hoor ik eigenlijk iedereen perfect, hè? Ja. Ik werk met de PD785 en dan met de Robbersport 3. Dan crossmode, hè. En dat doe ik meestal wel goed. En dat doe ik op D-Star C4FM en... gewoon op DMR, hè. Dus vandaar. Goed, ik ben blij dat je wakker hebt gebeld, John. Hi. Ik vind het gewoon heel onder, moet gewoon doorgaan, hè. Al doet het maar een half uurtje, maakt niet uit. Het klinkt alleen maar leuk. En ik vind het ook wel leuk om andere amateurs te horen, hè. Ja, altijd leuk. Dus vandaar. Microfoon door naar jou, John, hè. Ja, ik heb voor de rest... niet veel. Ik ga naar de ronde, ga ik mijn bed in. Ik morgen toch wel erg vroeg weer op. Ik moet morgen om 6:10 in de garage zijn om een busje op te halen. En dan om een dienstje te beginnen. Dus ik ga nog even, zo meteen nog even, proberen 5-6 uurtjes in mijn bed te liggen. Hè? Ja, want slapen doe ik tegenwoordig niet meer. Nee, we liggen alleen maar, hè? Ja. Dus, het was wel weer twee leuke dromen. In ieder geval, dus dat werkt ook wel. PA6E met de groep. Nee, 3 PVO. Nou, daar komen we vecht over. Ja, Roger, ik zie iemand op het chatkanaal die heeft een antenne gepost. Voor mij is het een meetlint-achtige antenne. Voorop een porto. Hij zegt van nou, pas op voor je, hoe heet dat, voor je SMA-connector. Dat ding is 1,8 meter lang. Dat gaat nooit goed. Je weet het niet. Maar nee, ik denk dat dat toch wel een groot risico is. Hè? Maar er kan natuurlijk een soort knikconstructie op zitten, waardoor die toch meebuigt. Hè? Maar ik ken iemand die had een IC92. En daar brak in zijn Colbert, ging hij op zijn IC92, op zijn IC92 zitten. En daar brak dus die SMA-connector af, dat is zo'n uitwendige, niet zo'n ene als op de Chinese apparaten zit. En toen zei hij tegen de importeur, zei van nou, zullen we hem opsturen of wilt u hem er zelf inzetten? Toen zei hij van nou, dat doe ik wel zelf. Daar is hij een heel weekend mee bezig geweest. Hij zei achteraf dat hij in dat weekend grijs geworden was. Dat kun je beter niet zelf doen, hè. Maar dat zijn van die dingen. Maar die antenne is wel groot. Ik heb zelf een SRH999 en daar durf ik niet mee te fietsen. Omdat ik, toen het nog mocht op de fietsen, maar omdat daar ook het risico gewoon te groot is dat hij bij de rijwind afbreekt. Hè. Dus ik vraag me af, Wim, even kijken, volgens mij gaat hij nu naar Wim, ja. Waar die marge vandaan komt van die halve dB, want dat zie ik zo op het eerste gezicht niet. Panel WCA voor Papa Alpha 6 Echo. Volgens mij werd ik nu overstemd door Peter en Ovelen. Dan ben ik nu weer in de lucht. Klopt. Ja. Ik zie wel dat er straks waren wat problemen tussen de koppeling, zag ik, tussen de 88 en de 007. De 88 was even instabiel. Maar nu loopt hij, zie ik. En...
groot deel van de gebruikers zitten dus op 007. En HPB die heeft inderdaad, dat PVO terecht opmerkt, een aantal redelijk wat packets los. Dat heb ik hier ook gezien. Dus die zijn verbinding is wat instabiel. Die komt ook uit op 007. Maar net viel de 008 even weg toen. Toen er wat meer klachten waren. Maar goed. Even over, over die half dB is 10%. Dat is heel simpel. Pak de tabel er maar bij. Als je... Even kijken. Als je gewoon een dB tabeltje hebt. Dat is heel simpel. 100 watt is 50 dBm. Dus 100 watt is, komt overeen met 50 dBm. En 80 watt komt overeen met 49 dBm. Dat is 1 dB minder. Dus dat is 20%, gaat er dan af. Dus als jij gewoon een paar slechte connectors hebt of een paar slechte kabeltjes, dat heb je al heel snel met je meettoestanden, dan zit je zo aan een dB verlies of een dB de mis. En dat is al 20%, dus dan weet je glas van 100 watt met je 80 watt. En dan denk je van nou, maar dat is maar 1 dB. Hè. En de spectrum analyzer, die heb je gewoon nodig om het vermogen te meten. En dan is het natuurlijk flauwekul als je daar een vermogen mee wil meten. Dat gaat helemaal niet. Dat ding is geen gecalibreerd ding. Maar de spectrum analyzer kan je ook zien of die maakt onderscheid tussen... kijk, op scope met je alle vermogens samen van zowel de rotzooi als de... harmonisch weet ik voor allemaal. Maar als spectrumanalyzer meet je dus op één frequentie en je kan het ander zien. Dus dan meet je echt het vermogen op die frequentie. Je kan best wel 100 watt meten, maar dat blijkt bijvoorbeeld 20 watt in een strijdband te zitten of weet ik voor wat. Dan gaat het ook helemaal fout. Maar pak maar gewoon de dB-tabel, want die kan je gewoon op internet vinden. 100 watt is 50 dBm. En 80 watt is 49 dBm. Dus dat is 20% minder. Zo werkt dat. PLS Echo, PLS, ja. Ja, maar wat ik niet zie is dat je met een scope geen vermogen kunt meten. Als je op een weerstand een bepaalde spanning hebt staan, en die weerstand is bekend, dan weet je toch het vermogen. Je kunt toch het vermogen uitrekenen. Nou, die scope die is gecalibreerd, die levert heel secuur een spanning af. Tenminste, de scope die ik heb wel. En... daar weet je heel secuur, weet je veel, veel nauwkeuriger dan die 20% weet je je zendvermogen hoor. En dat is bij een beurtwattmeter ook zo. Die zal geen 20% afwijken, dat is echt niet zo. Maar je hebt geen spectrum analyzer nodig om je vermogen te meten. Je kunt ook een hoogfrequent voltmeter nemen. En de meeste meters die te koop zijn, die vermogensmeters zijn, die meten inderdaad de spanning gewoon. Hè. Dus... Maar daar heb je niet zo'n afwijking. Tenzij dat meetapparaat zoveel afwijking heeft. Ik weet niet wat mijn scope precies is. Maar ik geloof dat het 2% is of zo. Iets dergelijks. Tenminste, ja, nee, volgens mij wel. Ik heb een vrij behoorlijke. Dus, maar dat is in ieder geval heel weinig. En dan is het gewoon die afwijking van... Als de dummy een professionele is, een goede. En die wijkt zo goed als niet af. Of die heeft een vergelijkbaar kleine afwijking. Ja, dan is het dus de combinatie van die twee. Maar dat is altijd minder dan 20% hoor. Ja, nee, echt. Dat kan niet anders. Maar je kunt met een analyzer kun je inderdaad ook vermogen meten. Maar ik heb dat nooit gedaan. Ik heb hier wel een analyzer, maar die moet ik ingewikkeld software opstarten. En allemaal van dat soort dingen. Dus dat is allemaal veel te omslachtig. En ik heb lange tijd zonder gedaan. Ik heb het daarvoor lange tijd bij het QRL met een analyzer gedaan. Maar ja, nee. En ik heb zelf al meetkopjes gemaakt die ik met pindiodes die ik gecalibreerd heb. Hè. Dus daar kun je ook voor de hogere frequentie, bijvoorbeeld op 70 centimeter, had ik. Ik kan die nu waarschijnlijk niet meer vinden. Maar daar had ik zelf een meetkopje gemaakt waarmee ik kon meten. En dat is zonder meer ook nauwkeuriger dan 20% hoor. Dus. maar tenzij ik het mis heb, want ik kan natuurlijk wel iets over het hoofd zien. Maar ik heb dat nooit zo geïnterpreteerd. En zonder meer kun je dat nauwkeuriger meten, hoe dan ook altijd.
Je kunt altijd iets, je kunt altijd verder daarin gaan, hè. Maar goed, bij die meetmethode heb je zonder meer gelijk. En ik wil je eigenlijk ook niet aanvallen, want ik vind het veel te leuk, ik vind die bijdrage die je altijd levert. Maar ja, ik zie het wel anders. Dus, maar daar mag je ook kritiek op hebben. Even kijken, Alexander was inderdaad voor de lijst. Oh ja, ik heb mijn bril niet op, maar dan kan ik de volgende op de lijst niet zien. Een moment. Ik ben 2,5 maand geleden aan mijn ogen geopereerd en ik zie sindsdien veel beter. Maar ik heb nog wel een leesbril nodig. Dus. ja, even kijken. Jaap, je mag mij ook mailen, dan mail ik je een uitleg. Over die instelling zoals ik dat doe. Hè. Dat wil niet zeggen dat er zijn altijd meerdere wegen voor. En er zijn mensen die het heel handig vinden om met de DR-functie van een apparaat dat te doen. Maar ja, ik weet dat deze methode voor elk apparaat werkt. Hè. En met het instellen van R1 en R2. P-Anno Lima Julia Delta, PSS Echo. PNL-LJD, ja, dankjewel John voor het aanbod. Ik denk dat ik het gewoon zelf moet gaan uitvogelen. Ik denk dat het aan deze kant ook net iets anders werkt met die R1 en R2 die jij noemt. Dus wat dat betreft, ik zit hier met een Icon, een 9700 en zo. Mogelijk dat dat net iets anders werkt dan wat jij in gedachten hebt en zo voor dit. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag van je. Even terugkomend op de discussie net daarvoor, vermogensmeting en dergelijke. Ja, ik heb dat toch ook altijd vrij nauwkeurig gedacht dat te doen. En ik gebruik eigenlijk dezelfde methode als die John gebruikt. Gewoon met de scope meten, de piekwaarde van de amplitude. Nou ja, dan delen door tot 2 en zoiets dergelijks. Hè. Ja, fijn, ik hoef jullie niet lastig te vallen met... hoe je dan het vermogen uitrekent en dergelijke. Wat ik wel ook even checkte zelf is van mijn dummy load. Of die zie dan ook echt 50 ohm is en zo. Want als daar een afwijking in zit, dan wil ik die mee doorrekenen in het eindresultaat. Hè. Ik noem maar iets, stel dat die 52 ohm of 53 ohm is of zoiets ergens. Dan reken ik dat gewoon door naar het eindresultaat en zo. De opmerking die was het Wim of Alexander maakte, dat je het niet met de spectrum analyzer kan doen. Ja, die mening die deel ik, want dat lijkt me inderdaad niet de geschikte oplossing daarvoor en zo. Maar zoals gezegd, met de scope moet het toch behoorlijk nauwkeurig lukken. En zeker een stuk nauwkeuriger dan die 20% die je ergens kwijt bent of zo. Wat dat betreft dus. Oké, de groep PNL-LJD. Ja, Rotsje, nee, voor zover ik weet werkt het bij elk DSR-apparaat zo, want het is eigenlijk de manier die indirect ook via de andere methodes wordt ingesteld. Hè. Mijn mailadres staat in mijn user message, dus als je wil mailen, dan, maar ik ben ook wel op internet te vinden hoor. Als je volgens mij eens zoekt, ik heb verschillende sites waar mijn mailadres op staat. Jawel, ja, het lijkt nog allemaal voor Wim aanvallen hè, met de meetmethode, maar er zijn meerdere methodes altijd, hè. Goed, even kijken. Het is bijna 9:30, dus ik ga nog vlug het rondje even kijken. Gaan we dat doen, gaan we dat niet doen? Zoveel inmelders hebben we ook niet. Hè. Ik geef nog even naar Peter HPB. Dat is dan wel de laatste ronde, dus als je nog iets te zeggen hebt, dan moet dat nu. Peter 1 HPB, de ronde PSS Echo. Ja, oké, even een goede microfoon pakken. Ik zal het wat uitzetten, joh. Zo, ik word toch wat op haar geweest. Misschien dat wel een beetje wat een verstoring veroorzaakte. Waarom ik niet goed te horen was. Misschien dat het nu beter is. Ik zal even bezig worden of op een ander netwerk over te schakelen. Maar oké, nee, ik heb voor de rest weinig meer niks aan toe te voegen, John. Dus, PA61 van PD1 HPB. Ja, Rotschel, ja, voor andere Peter, ik riep ze pas al dat Norbert inderdaad vast wel mee zat te luisteren. En die mailde dus inderdaad al dat hij inderdaad zat mee te luisteren. Hè? Goed, microfoon aan jou, Peter. PD3 VVO, die is daaronder, dit is Papa Alpha 6 Echo.
Ja, PA6E, PD3, PVL, retour. Ja, even een klein stukje gemist. Ik zat even met mommy aan de telefoon, maar voor de rest alles helemaal niet meegekregen. Over PA6E, groep PD3, PVL, over. Mommy gaat voor, over. Hallo, ik zei het laatste dat... Ik had zo pas geroepen dat Norbert vast wel mee zat te luisteren. En dat bleek het geval, want die meldde dat via de mail, hè. Dus dat was volgens mij wat je gemist had. En ja, er zat nog wel wat voor. Maar dat, dan moet je maar opletten, Peet. Nee, maar zonder gekheid. Je mag er natuurlijk even per weg lopen. Hè. Dat is geen verplichting. Goed. Ja, ik voel me een beetje... Ik heb het gevoel, ik weet niet of dat terecht is, maar haast alsof ik je te hard heb aangepakt. Hè. Het lijkt alsof ik een frontale aanval op jouw meetmethode deed. Zo was het niet bedoeld. Hè. PNL WCA van Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik moet ontzettend lachen hoor, PNL 6 Echo, PNL WCA. Ja, niet om wel te doen, maar ik mag het toch even vertellen. Dus ik heb mijn vorige werk daarvoor... een aantal jaar terug, een tweejarige opleiding moeten doen om te mogen meten. Waarbij ik dus gekalibreerde metingen deed en hoe je dat moet doen. Dat was een tweejarige opleiding. En daarbij leer je dus ook hoe je alle onzekerheden van al je meetapparatuur bij elkaar moet optellen en hoe je dat moet bepalen. En dat je op je scope vertrouwen moet je precies waar, moet je op mezelf weten. Ik zou het niet doen. Dat was even het laatste wat ik zeggen. PA6 Echo, ja. Ja, nee, maar ik heb ook al wat gedaan op dat gebied. Ik heb jarenlang producten ontwikkeld op dit terrein. Dus ik weet er wel iets van, en dat doe ik nog steeds, hè. Dus ik weet er wel iets van. Maar een scope is iets nauwkeuriger dan een spectrum analyzer in dit geval. Namelijk omdat je het in volts kunt aflezen, niet logaritmisch. Maar dat je het lineair afleest. En dat is nauwkeuriger af te lezen. Omdat je dan de schaling beter... Hoe zeg je dat? Je moet hem qua schaling moet je hem op het juiste punt zien te krijgen. En bij logaritmisch zie je een veel groter groter amplitude bereik, zeg maar. En daardoor is meting met een scope of met een draaistroommeter nauwkeuriger dan met een analyzer. Maar ik zie het zelfs bij een analyzer, zie ik nog wel, want die kun je volgens mij, tenminste veel van die analyzers kun je ook wel lineair zetten. Dus ik heb een scope met volgens mij 0,2% tolerantie. En ik heb een professionele dummy load die ook niet echt veel afwijkt. Ik meen dat het een tiende is of zo. Dus dat is dan 0,2 en plus 1. Nou ja, dan zal het eens 5% afwijken, maar dat is minder dan 20. Je zegt van de beide methodes bij elkaar optellen. Of tenminste de beide toleranties bij elkaar optellen. Dat doe ik dan. Maar dan kom ik nog op minder dan 20 uit. Hè. En een spanning is gewoon een goede maat voor het vermogen als de weerstand constant is. Hè. Dat kan links of rechts om niet anders. Het is wel vervelend. Ik heb namelijk heel vaak gelijk. Dus ik heb altijd de neiging om het dan door te drukken. Maar ik wil nog wel, als iemand mij van mijn ongelijk kan overtuigen, dan mag dat. Toen ik net centamateur was, toen hadden we dat probleem niet. Om het daar maar eventjes mee, hoe zeg je dat, glad te strijken. Toen ik centamateur werd, toen mocht ik maximaal 50 watt cent vermogen maken. Dat was toen zo. Maar dat was niet eens het hoogfrequent vermogen, maar dat was namelijk het product van de stroom door de eindtrap en de voedingsspanning van de eindtrap. En dat moest je dan vermenigvuldigen en dat mocht niet, samen niet meer dan 50 watt zijn. En dan maakte het niet uit hoeveel er aan hoogfrequent uitkwam. Maar de reden daarvan is dat je dat niet kunt meten. Tenminste niet kon meten in die tijd, omdat wattmeters toen de meeste mensen hadden geen scope. En ja, met een universeel meter kun je het dan bepalen. Ik had het net over dat ERP, of over dat vermogen wat ik aan AT moest opgeven. Dat is het ERP-vermogen. Ik pak hem nog even terug.
En dat is bijna niet te meten. Het is te meten, ja, eigenlijk de enige methode zou zijn als ze er een drone of zoiets zouden gebruiken op een bepaalde standaardafstand van de antenne. En dan zou je het enigszins kunnen bepalen. Dan moet die drone ook nog niet in het near field hangen. Want als je te dichtbij hangt, dan krijgt hij dan loopt die sterkte, die loopt te sterk op. En ik weet niet hoe anderen dat gedaan hebben, maar wat ik gedaan heb, ik heb voor de repeater, ik heb al mijn antennes zelf gebouwd. Behalve die twee antennes van de repeater, die heb ik gekocht. En de reden daarvan is dat de fabrikant daar keurig een briefje bij doet. Deze antenne heeft zoveel versterking. En ik heb dus gewoon uitgerekend van nou, deze antenne samen met het vermogen wat uit de zender komt, dat is het EMP-vermogen. En dat heb ik naar AT gestuurd en dat accepteert ze keurig. Dus ik heb het daar eigenlijk niet. Ja, ik heb al gemeten wat er uit de zender kwam inderdaad. Maar voor de rest niet het EMP-vermogen gemeten. Hè? Maar ik denk dat de meesten dat op deze manier doen. Volgens mij is er ook niet een andere methode. Jawel. Dan heb ik weer mijn bril afgezet. Dat is niet zo handig. Ik zie alleen maar. Nou, ik kan het wel iets zien. Maar de ene kol kan ik wat makkelijker. WCA kan ik makkelijk lezen. FRL kan ik makkelijk lezen. Maar daaronder moet ik het met mijn geheugen doen. En even kijken hoor. Ja, hoor het, ik geef de microfoon nog één keer aan Jaap. Jaap, mail mij gerust als je dat wilt weten. Volgens mij werkt dat wel hoor, met die instelling van R1 en R2. Dat lijkt me stug dat het niet zo is. Maar je kunt ook gerust op een andere manier. Dat is natuurlijk ook prima. Ik word niet boos als je niet mailt. Hè. Maar als je er niet uitkomt, mail dan, laat ik het zo zeggen. PNL-LJD, de groep van Papa Alpha 6 Echo. PNL-LJD. Ja, nogmaals, dank John voor je aanbod. Laten we doen wat jij net zei. Ik ga het eerst zelf proberen uit te vogelen. Mocht ik daar nou niet uitkomen, dan mail ik jou. Ik heb je mailadres hier op het schermpje ook voorbij zien komen. Dus als het goed is, als dat hem is, dan heb ik hem hier ook opgeschreven. Dus dat komt allemaal wel goed en dergelijke. Dus ja, zo far zo goed. Ik ga het wel uitvogelen en zo. Ja, en ik denk, hè, om eventjes over onze interessante discussie te praten, nog even terug te komen hoe je vermogen meet en zo. Ja, ik vermoed dat we het meeste er wel over gezegd hebben. Hè. Het was ook van mijn kant, hè, naar niemand toe een aanval of zoiets dergelijks. Het was alleen delen van informatie zoals ik dat zou doen en zo. En niet meer dan dat. Hè. Ik pretendeer zeker niet, absoluut niet een bedweter te zijn en zo, want dat is gewoon niet zo. Dus dat. Ik denk dat we het ook hebben over als we vermogen zitten te meten van de kale carrier alleen en dergelijke. Hè. Dan maakt dat met frequentiemodulatie niet al te veel uit en zo. Maar ik ga ervan uit dat jullie insteek is om het vermogen van de carrier te meten zonder modulatie verder en zo. Ja, dat was het denk ik van mijn kant. Verder weinig aan toe te voegen dan wat er allemaal gezegd is. De groep. PNL-LJD. Ja, bij SSB wordt het ingewikkeld. Want dan meet je het met twee tonen, hè, vaak. En dan moet je ook wat peak envelope power bepalen. Maar met de kale draaghof is het inderdaad makkelijker. Dus. Ik ga hem inderdaad afsluiten, de ronde. Ik merk dat ik zelf nu wel een beetje moe begin te worden. Maar ik heb de afgelopen weken gewoon te hard gewerkt. Dus ik hoop nu dat de komende. Morgen heb ik een hele rustige dag, zoals het eruit ziet. En ik hoop dat het nog een paar dagen zo blijft. Maar niet langer, want dan ga ik alweer op mijn inkomen, dat merk ik. Maar een paar dagen rustig aan, dat zou niet vervelend zijn. Ik heb vaak de weekenden nog doorgewerkt de afgelopen tijd. En dat het toch al wel sinds april, dat het zo druk was. Dus, en het is echt druk geworden een week of vijf geleden toen er meerdere collega's op vakantie gingen. Dus dat was gewoon te gek. Maar goed, vandaag is het lekker rustig. Ik zou zeggen allemaal hartstikke bedankt voor het inmelden. Ik stel dat echt enorm op prijs. En ik hoop dat jullie de volgende keer er weer aan denken. Dan zal ik dat ook proberen te doen. Oké. En ik hoop, ik ga daar ook niks over zeggen ook, maar je mag me daarmee plagen, laat ik het zo zeggen, als ik het een keer vergeten.
Want ik vind het wel heel erg dat dat gebeurt. Nou, groeten allemaal. En Peter nogmaals bedankt voor het bellen. Groeten allemaal en bedankt voor, hoe heet het, Wim ook zeker bedankt voor de bijdrage. En dat geldt voor Jaap en alle anderen. Maar dus met name de technische bijdrage, die stel ik wel erg op prijzen. Maar goed, de lange verhalen ook, want daar ben ik zelf ook goed in. Nou, ik word nu te breedsprakig. Ik kap het meteen af. Groeten allemaal. Papa Alfa 6 Echo voor de Diesterronde. Ja, kan je nog heel kort even doorgeven welk merk scope en type nummer? Ga ik even bij de fabrikant kijken of de tolerantie ze opgeeft. Dat type nummer, dat weet ik echt niet. Hij staat boven in een kast waar ik niet bij kan, omdat er een aantal archiefdozen voor staan. Dus dat wordt ook lastig. Hij is van Kenwood, dat weet ik wel. Ja, oké. Okay. Nou, als je een keer weet, kan ik je waar ik de droom helpen, denk ik. Oké, zie je. Ja, maar dan kan ik dat met mijn eigen meetkopjes nog wel. Daar kan ik het ook mee meten. En die heb ik gecalibreerd. En dat weet ik al zeker. Die wijken niet het 10% af, hoor. Die zijn echt goed. PSS Echo. Meetkopjes die heb ik gecalibreerd op een HP. Hoe noem je dat? Wat tegenwoordig een nano VNA is. Maar dan eentje die 128.000 gulden gekost heeft. En dat weet ik, want ik heb hem zelf aangeschaft voor de baas. Nou, we zaten even dubbel. Maar kom er nog eens een keer terug. Nou, ik ben benieuwd. Ik laat me graag van mijn ongelijk overtuigen, want dan leer ik weer wat. Oké, de groeten. Papa Alfa 6 Echo. Ja, papa Alfa 6 Echo, papa Delta 3, papa Victor Oscar Retour. John, bedankt voor het leiden van de ronde. En ja, ik ben morgenochtend weer heel vroeg QUV. Dus als ik morgenochtend in mijn busje zit om 17:15, zal ik een verroeping doen op deze taart. Ja, dus kijk of jij wakker bent, hè. In ieder geval bedankt voor het leiden van de ronde. Ik vond het wel leuk en gezellig. En ja, technische dingen vind ik altijd wel grappig. Goed. Papa Delta 3, papa Victor Oscar, is curritie. Over. Over. Want dat vind je zo vreselijk. Prion, prion, zeg ik dan. Ja, verplagen. Hoi.